Een belangrijke mededeling even voor de achtergrond. Voor wie wel eens gekeken heeft, weet dat wij altijd palm drinken. En dat wij wel altijd zitten klagen dat het nooit gesponsord wordt. Kennelijk zijn wij daar niet zo heel erg goed in. Gisteravond was er één iemand die op Twitter een oproep deed voor sponsoring. En toen kwamen we vandaag 50 kratten palm binnen. Dat zorgt voor een klein praktisch probleem. Want ik heb hier afgesproken met deze zaal dat we alleen de technicus hoeven te betalen en dat jullie veel gaan drinken. Dus met die palm kunnen we niet zo heel veel. Behalve dat we heel graag willen dat ieder van jullie, als die weggaat, althans 50 van jullie, als jullie weggaan, dat je met een krat palm naar huis gaat. Want anders moet ik morgen een busje huren. En moet ik een plek vinden voor 50 kratten palm. Nou, kan ik best wel wat aan, maar dat gaat een beetje ver. Even kijken, Steven, is dat voor huishoudelijke mededelingen voldoende, denk je? Ja, voor nu wel. Voor nu wel. Dus we hebben een heel belangrijke allereerste gast die straks hier nog een keertje aanschuift. Maar die veel meer ervaring heeft in het stukje wat nu gaat komen dan wij zelf. Gaby, als jij jouw ding wil doen. Nou, hallo, ik ben Gaby en ooit had ik in een ander leven, ik ga zo vertellen wat ik in dit huidige leven doe, maar ooit was ik applausmeester, zoals ze dat noemden, bij Animal. En ik heb ooit ben ik zo stom geweest om dat tegen de heren te vallen. En toen zat ik een keer naar een stream te kijken, zat Erwin geloof ik bij Sonoma, een soort mediadag was daar. En dan hoorde ik hem ineens met Boris, volgens mij gingen ze, ja, en ik ken nog zo'n applausman, die stond dan altijd, eigenlijk zou ik hem hier moeten hebben vandaag. En toen zei ik, was ik te stom om op Twitter te reageren met de hashtag FMT, wat je vandaag ook weer kan doen. Ja, nee, natuurlijk man, dat doen we wel een keertje. Nou, en toen kwam ik ze net tegen, terwijl ze bij de burgemeester een burger zaten te eten. En toen zeiden ze, Gaby, zou jij vandaag ons de eer willen doen om op jouw verjaardag jouw applausmeester talenten in het spel te gooien? En toen zei ik, ja, maar ik ben toch gast? En zei, nee, dat is toch leuk. Dus ik ben hier vandaag om met jullie, waar ik normaal bij Endemol had ik een hele groep bejaarden. En die bejaarden die zaten dan allemaal, je hebt dan als applausmeester heb je zo'n soort, en jullie zitten allemaal wel eens gezien, heb je zo'n soort boek. En dan moet je eigenlijk, ben je de meest gehate man in heel de studio. En eigenlijk is volgens mij de applausman bedacht, zodat de presentatoren wat koeler overkomen. Omdat die gozer die daarvoor zat, een soort rol. Dat heeft het zo, omdat ze die haten. En wat eigenlijk de taak van de applausmeester is om deze twee heren door de studio, door het programma heen te loodsen. En hier zal niet zoveel uitval zijn, maar in een studio moet je soms zien dat er echt een uur stilvalt omdat er een camera kapot gegaan is en dan moet bijvoorbeeld die man moet daar dan gaan staan en die moet zijn hele verhaal gaan doen. En onze taak is eigenlijk om jullie zo blij te maken dat jullie dat applaus goed geven. En net toen hij bier riep, toen ging iedereen al, dus in principe is eigenlijk een soort magisch woord, het bier. En het is eigenlijk, en dat vroeg Roland, wij zeggen, ja, de mensen thuis die de livestream kijken. En dan zeg ik, ja, maar goed, iedereen die normaal de livestream kijkt, is in principe hier, dus in principe moeten we eigenlijk. Nee, maar dus eigenlijk klappen we een soort van voor onszelf, omdat we er normaal zitten thuis. Nee, het is dus eigenlijk dat het gewoon lekker loopt. En we hoorden dadelijk de fantastische lieder. Hoeveel keer hebben we tot nu toe gehoord, de lieder? 277 keer. Na 277 keer moeten we hem allemaal wel kennen. En aan het eind van die lieder zie je dan die man als een soort halve zol zo staan. En dat ben ik dan in dit geval. En dan geven we die gasten gewoon zo'n hard applaus dat de mensen thuis denken, wat? Hé, Roland, die heeft het op een pij gedaan, want Roland doet het normaal. We hoorden dat je het in, waar waren jullie? Groningen. Groningen. Ja. Die drie keer de mensen zeiden hier met een goede presentator, maar ze gooien hem op principe van tevoren de zaal uit. En wat ik wel leuk vind, 277 keer, en ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet alle 277 gezien heb. En deze is niet om achter de lieden aan te klappen, maar ik wil uit de grond van mijn hart zeggen dat ik 276 keer genoten heb en ik denk jullie ook. En daar wil ik ze nu alvast en dan kijken we gelijk even hoe de decibel omhoog gaat. Is dat nu op 68 daarboven? Ik wil even een applaus voor deze twee heren na 277 keer! Alles blijft groen. Vanavond is ook de X-Factor of de Voice of Holland opname weer voor het eerst. Ik denk dat het daar niet zo hard ging. En ik wil eigenlijk vragen of jullie het zo meteen als die lieder gaat. Want ik zie dat het 1 minuut over 9 is. En in de studio heb je dan een regisseur die op je oor staat te schreeuwen. Kleine klootzak aan de kant. De studio moet beginnen. De echte werk. De mannen moeten. Dan word je echt gek. Want dan komt die kraancamera erin, jongen. En dan ben je echt een beetje verveeld in zo'n studio. Dat zijn deze wat veiliger. Ik weet zo heel zo klein beetje zo. Ik zal verder niet meer te veel zeggen. Want ik mag zo meteen nog een heleboel zeggen. En dan zijn jullie überhaupt al zat. Ik denk dat wat mij betreft mogen we beginnen. FMT. Als je wat te vragen hebt aan de gasten. Van Maurice tot iedereen die hier straks gaat komen.
En verder zou ik zeggen, neem straks zo'n palmkrat mee. En wat mij betreft mogen we beginnen en zal ik jullie echt start de wereld inschrijven met jullie samen. Leaders. Kleine klootzak. Ja, echt jongen.